Hoi, leuk dat je weer kijkt. Je zal wel denken, waar is je leuke intro gebleven? Ik vind het zelf ook jammer, maar we gaan morgen op vakantie, mini-vakantie, naar Parijs. En ja, we hebben niet echt tijd meer om vooraf nog een intro op te nemen. En ik wilde wel per se vandaag deze video online zetten. Dus ik dacht, ik ga dit keer even iets anders doen. Aan het einde van deze video laat ik jullie mijn buik zien. Zowel van voren als van de zijkant, wat ik dus normaal in de intro heb zitten. Dus als je daar benieuwd naar bent, blijf vooral kijken. En dan gaan we verder zoals ik normaal ook zou beginnen. Even kijken. Nou, ik ben 26 weken zwanger. Inmiddels al bijna 26,5 week. Het gaat super hard. Dat is gewoon een half jaar. Nog een weekje en dan ben ik officieel in het laatste trimester van de zwangerschap beland. Wat ook echt een heel vreemd idee is. Maar het is wel zo. En ja... Mijn buikomtrek is trouwens niet veranderd sinds vorige week. Wat ik wel gek vind, want ik heb wel het idee dat mijn buik gegroeid is. Dus dat is een beetje apart. Maar ja, misschien dat ik toch een beetje op de verkeerde manier gemeten heb. Of dat er een andere reden is, geen idee. Ik ben 4 ons aangekomen, dus dat is netjes. Dat is prima. Nou, hoe ik me voel? Ik heb eigenlijk weinig bijzonderheden te melden. En dat is best een goed teken. Ik was iets minder blij met het warme nazomerweer van vorige week. Ja, temperaturen boven 30 graden, die verwacht je niet meer in september, maar het was toch echt zo. Ik had daar best wel last van. Ik heb ook eigenlijk de hele dag binnen gezeten, die hele hete dag. En ja, ik merk gewoon dat ik ook een beetje klaar ben met de zomer en dat voor mij de herfst wel mag komen. Gelukkig is dat nu al behoorlijk het geval. Het heeft al flink geregend. Nou, regen hoeft voor mij nou ook weer niet, maar ik vind het wel lekker dat het niet meer zo heel heet is. Ik heb het namelijk volgens mij zelf ook al warmer dan ik normaal zou hebben. Ik ben echt een koukleum eigenlijk, van nature. Maar sinds ik zwanger ben heb ik het eerder warm dan koud. Ik slaap ook nog steeds met de deken half van me af. Ik heb nog t-shirts aan, dus ja, dat is op zich ook wel fijn. Ja, waar ik de afgelopen week wel last van heb gekregen is maagzuur en niet zo'n beetje ook, echt vreselijk. Geen hele dagen hoor en ook niet een uur achter elkaar, maar wel gewoon dat ik af en toe echt zo'n branderig gevoel in mijn keel krijg. En dat is best vervelend. Ik heb er niks tegen ingenomen, ik heb ook niks in huis trouwens. Ik heb wel vanillevla, ik heb gehoord dat dat... zou moeten helpen en toen ik dat nam, een keer toen ik maagzuur had, toen merkte ik inderdaad dat het verdween. Dus dat is wel een goede om te onthouden. Ik weet dat er wel medicatie is die je mag innemen, maar ik doe dat liever niet. Zolang het nog gewoon te handelen is. En ja, mocht het echt heel erg worden, dan kan ik altijd nog wat in huis halen. Maar ja, heel fijn is het niet, maar het is ook weer niet dat ik zeg, ik zit er hele dagen, heb ik er last van. Ik hoop alleen niet dat het nog erger wordt richting de 40 weken. Ik ben bang van wel. Nou, vorige week dinsdag was het dan zover, mijn eerste les zwangerschapsyoga. Ik had beloofd dat ik in deze video even kort zou vertellen hoe ik het dat heb ervaren. Ik kan helaas alleen nog niet echt heel erg veel vertellen, want we hebben eigenlijk alleen een voorstelrondje gedaan en wat ontspanningsoefeningen. Ik heb zelf nog nooit geyogaat. Geyogaat. Maar, dus ik weet niet precies of de oefeningen die we gedaan hebben, of dat typische yoga oefeningen zijn, of dat dat gewoon echt aangepast is op zwangeren. Wat ik wel weet is dat we gewoon, dat het allemaal heel relaxed was. En als je in een houding zat of lag die je niet fijn vond, mocht je gewoon een andere houding aannemen. Er werd heel, ja, natuurlijk heel veel gericht op de baby. Dus dat je je handen op je buik moest leggen en contact moest maken met je baby. Dat soort dingen tijdens oefeningen. En dat was wel heel leuk. Dus ik heb het echt positief ervaren. Was ook een oefening waarbij we op onze zij moesten liggen. En dan heel ontspannen, ja, zodat je bijna in slaap viel, zeg maar. En opeens voelde ik de baby echt super hard beginnen te bewegen. Dus ik denk dat zij het ook wel lekker vond dat ik daar even totaal ontspannen lag. Dus dat was wel heel leuk. En vanavond is mijn tweede les. Dus ja, ik hoop dat ik na een paar lessen ga ik er gewoon even een video over opnemen en een blogpost over schrijven. Dus
Ja, die kunnen jullie nog verwachten, maar ik wil eerst even wat meer ervaring daarin hebben. Afgelopen vrijdag zijn we met een uitje van de kindertelefoon waar ik vrijwilliger ben, een dagje naar de dierentuin geweest. En dan kregen we een rondleiding. Sorry. Kregen we een rondleiding van vrijwilligers daar. En die duurde best wel lang, echt 2,5 uur hebben we gelopen of zo. En op zich, het ging me op zich prima af. Maar aan het eind merkte ik wel dat ik, dat ik gewoon moe was en dat ik er een beetje klaar mee was. En daarna hadden we nog een picknick en dat was gewoon natuurlijk op de grond zitten. Dus dat was ook niet al te comfortabel voor mij. Maar ik heb wel een hele leuke dag gehad en het ging allemaal nog wel. Maar ik denk dat als dit nog later in de zwangerschap was geweest, dan had ik het wel moeilijker gehad, denk ik. Morgen is een hele spannende dag, want gaan we, mijn man en ik, Michiel, gaan met de trein naar Parijs voor 4 dagen. En daar hebben we heel veel zin in. En ik had vanochtend had ik nog een examen gehad. Dus ik heb daar eigenlijk de afgelopen dagen heb ik me vol op mijn studie gestort. Waardoor ik nog niet echt voorpret heb kunnen hebben en dingen heb kunnen voorbereiden. Dus dat moet ik vandaag allemaal nog doen. Maar ja, voor een paar dagen heb je niet zoveel nodig natuurlijk. Dus morgenochtend heel vroeg vertrekken we. En gaan we daar lekker shoppen en dingen bekijken, lekker eten. En gewoon samen zijn. Ons laatste tripje met z'n tweeën. Dus dat is wel iets om even bij stil te staan. En ik heb er zin in. Maar ja, volgende week zal ik natuurlijk even laten weten hoe het was. Nou, als laatste nog even de ontwikkeling van de baby. Ben je 26 weken zwanger, dan heb je een mijlpaal bereikt. Wederom een mijlpaal. Elke week een mijlpaal zo ongeveer. Je kindje heeft vanaf nu namelijk overlevingskansen. Dat wil zeggen, als het kindje nu geboren wordt, zou het ongeveer 85% kans hebben om te kunnen overleven. Maar dat is puur dankzij onze goede medische zorg. Dus het is niet zo dat het kindje al uit zichzelf het zou kunnen overleven. De longen zijn nog niet rijp, er is een grote kans op hersenbloedingen. En de kans op infecties is heel groot. Dus je wil echt niet dat je baby nu al geboren wordt. Maar het is wel een fijn idee dat mocht het gebeuren, dat er in ieder geval een kans is, een vrij grote kans dat het goed komt. Nou, sinds de 11e week van je zwangerschap zitten de oogjes van de baby dicht. Maar die gaan deze week open. Dus dat is wel een heel leuk idee. Licht en donker onderscheiden wordt dan makkelijker. En de baby krijgt gewoon al iets meer mee van het leven buiten de baarmoeder. Dat is wel bijzonder. De bewegingen die je baby maakt, die worden steeds sterker. Ik heb dat zelf echt enorm gevoeld. Ik heb het idee dat onze baby zo ongeveer 's ochtends rond 5 uur, echt een heel fijn tijdstip, het meest actief is. En dan word ik gewoon regelmatig wakker van het getrap. En echt, vannacht ging het echt super hard. Dus dat is wel apart. Want ik heb dat gedurende de dag voel ik er ook wel, maar niet zo enorm hard als dat ik in bed lig. Dus aan de ene kant is het heel leuk, maar het tijdstip is iets minder. Het kan trouwens ook dat die schopjes en die duwtjes pijnlijk worden naarmate de baby groter is. Dat kan op zich geen kwaad, dat is niet gevaarlijk of zo. Het is alleen wat oncomfortabel. En je kunt, als je echt voelt dat je baby op een bepaalde plek heel hard aan het duwen is, kun je voorzichtig met je hand een beetje op je buik duwen en dan gaat hij meestal wel weg. Daar in ieder geval. Nou, je kindje neemt steeds meer ruimte in natuurlijk en daardoor kunnen je ingewanden ook een beetje in de verdrukking komen. Dat uit zich in dat je vaker moet plassen, dat je last kan krijgen van je darmen, juist obstipatie of juist diarree. Ik heb er gelukkig nog geen last van. Het plassen heb ik wel dat ik 's nachts wat vaker eruit moet, maar overdag heb ik niet het idee dat ik veel meer moet plassen dan normaal. Dus dat is op zich nog fijn. Sporten wordt ook wat minder comfortabel, merk ik zelf ook wel. Ik doe het nog steeds en het gaat ook nog wel. Ik probeer het gewoon tot de 30ste week in ieder geval vol te houden, maar ik kijk gewoon elke week hoe het gaat. En wat in ieder geval wel altijd een goede optie is, is zwemmen. Dat kun je in principe tot het einde van je zwangerschap blijven doen.
Yoga bijvoorbeeld, dat soort dingen kunnen ook gewoon. Al heb ik het idee bij zwangerschapsyoga dat het niet echt. Ja, voor mij is het niet echt sport, want het is gewoon heel relaxed. En je wordt er wel heel ontspannen van. Maar als ik denk aan sport, dan denk ik aan iets anders, zeg maar. Dan wil ik me ook wel een beetje. Hoe zeg je dat? Inspannen. En ja, dat doe ik tot nu toe nog gewoon op de sportschool en dat gaat prima. Nou, dat was het eigenlijk voor deze week. Ik ga jullie nog even mijn buik laten zien. Dit is hem van de voorkant. En van de zijkant. Echt al een flinke buik. En aan de andere zijkant. Zal ik het nog even zonder kleren laten zien. De voorkant. En de zijkant. En de andere. Nou, tot zover voor deze week. Ik zie jullie heel graag volgende week weer. Bij een nieuwe update. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Abonneer je op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En geef me even een duimpje. Dat vind ik altijd leuk. Tot de volgende keer. Doeg!